Het is eindelijk zover. Vandaag gaan we er na 10 jaar lang Star Stable eindelijk achterkomen wat er achter die poort daar zo zich bevindt. Vandaag is namelijk een nieuwe hoofdmissie uitgekomen op Star Stable, dus dat betekent weer een hoop chaos en avontuur. Dus heb je daar nou zin in, doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Er is alleen één klein probleempje. Ik heb de missie die hier ervoor zit, die je dus eigenlijk eerst moet doen, heb ik nog niet gedaan. Dus ik hoop heel erg dat als ik die vorige missie heb afgerond, dat ik dan de nieuwe missie kan spelen om dan eindelijk in het geheime gebied te komen. Ja, want dit gebied hierachter is dus de Duivelskloof en het bevindt zich hier zo in Jarlaheim. En dat gebied is altijd heel kaal en Star Stable heeft er nooit wat mee gedaan. Maar met de missie van vandaag gaan we daar dus als het goed is gewoon inkomen. Je kan ook zien dat Star Stable de kaart een beetje heeft aangepast en het heet nu ook de Duivelskloof. En je ziet hier een soort waterbeekje wat hier loopt. Dus echt gewoon een nieuw gebied wat eindelijk, ja, geopend is. Tenminste, we moeten het nog openen, want ik ging net al stiekem een beetje kijken, maar de poort zit helaas nog steeds dicht. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan als eerste maar op zoek naar Anne, want dat is dus de missie die ik nog moet afronden. Maar volgens mij is dat niet zo'n hele grote missie. Maar ik ben weer terug met de update. En ik zou zeggen, geniet er maar van hoe Star Stable er nu uitziet. Want volgens mij, als ik het goed zeg, gaat Star Stable vanaf volgende week helemaal veranderen. En dan bedoel ik ook echt het uiterlijk van Star Stable. Dus hier bijvoorbeeld mijn naam en de naam van mijn paard. En je ziet hier zo de kaart, weet je wel, waar je, ja, gewoon de map, je kan zien waar je bent en al die icoontjes. En dat gaat dus compleet veranderen. En als het goed is, gebeurt dat dus volgende week. En ik heb wat spoilers gezien en ik vind het er niet heel erg mooi uitzien. Maar ja, ja, natuurlijk ook leuk dat Star Stable gaat voor een verfrissende look, dat ze weer helemaal gaan updaten. Maar ja, toch ben ik helemaal gewend geraakt aan dit en vind ik dit eigenlijk al heel cool. Oké, ik was ondertussen met de volgende missie gestart en ik moet dus wachten op Anne. Dit is een vervolg van de missie die ik een tijdje geleden heb gedaan. Toen gingen wij een soort leren paardrijden met Anne. Toen kregen we een beetje paardrijles. Dat was echt heel leuk. En ja, die missie moest ik al die tijd nog afmaken. En ja, blijkbaar moest je dat dus doen voordat je de hoofdmissie überhaupt gaat doen. Ik snap alleen niet wat ze nou zitten zeuren, want ik moet nou weer sneller rijden. Maar net ging ik te snel rijden en dan wordt ze weer helemaal boos. Maar ik zal dan ook niet te veel aandacht geven aan deze missie, want die heb je misschien al gespeeld. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de nieuwe hoofdmissies. Oh, er gebeurt wat. Sensatie. De eerste sensatie van de dag. Het paard gaat stijgeren en... Oh, rent weg. Zonder ruiter. Wat? Oh no. Oh, ik dacht dat ze allemaal bloed op haar gezicht had. Maar dat is die rare roze veeg die ze op haar hoofd heeft. Volgens mij is ze van haar paard afgerold. Oh, ik was laatst nog van mijn paard afgevallen van Uraya. Daar heb ik toevallig afgelopen zaterdag nog een vlog van gemaakt. Ik val bijna nooit van mijn paard Uraya. Maar het is dus weer gebeurd. Dus wil je weten hoe het is gebeurd? Kijk dan even de vlog in het i'tje. Maar ik denk dat ik nou dan dat paard moet vangen. Ga jij Cayenne zoeken? Dan spreek ik even een hartig woordje met Concorde. Oké, ik denk dat het losgeslagen veulen dat paard had laten schrikken. Maar boeien, maakt niet uit. Ik wil beginnen met de hoofdmissie. Dus we gaan even gauw dat paard vinden. Vinden hem vast wel weer terug. En dan kunnen we hopelijk beginnen. Oh. Huh? Hier is het groene. Oh, wacht. Daar staat hij. Ik wou net zeggen, hier is het uitroepteken. Maar ik zie geen paard. Maar het paard komt nou ineens daar links tevoorschijn. Oh, ik moet het paard vangen. Maar hij is helemaal getraumatiseerd. Oh, hij is helemaal bang. Oh, dat vind ik sneu. Maar oh, kalmeer het paard. Je kalmeert het paard door het rustig te benaderen en te aaien. Loop er rustig naartoe. Loop alleen verder naar het paard als het zich rustig gedraagt. Oké, nou is die groen. Dus dan mag je volgens mij gaan. En als het al rood wordt. Oh, dan moet je stilstaan. Ja, oké, dit is goed. Dit gaat goed. Oh, dit is best wel. Oeh, best wel makkelijk. Oh, nee. Ik wou zeggen, dit is best wel makkelijk. Maar dat kan je nooit te snel zeggen op Star Stable. Want voordat je het weet, gaat het weer mis. Ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Oké, volgens mij heb ik hem. Ja, het is gelukt. Het paard is rustig. Wauw, ik ben gewoon echt een paardenfluisteraar. Dat ging wel makkelijk. Oh, hup, gelijk even die plant gepakt. Oh, ik zit vast in het hek. Help, het ging ook ineens heel snel. Want ik moest lopen naar de rijbak. En ineens staat ze met dat paard in de bak. En zit ik vast in dat hek. Maar, oké, ik hoop dat het goed is gegaan. Please, please, please. Neem afscheid van Anne. Oh, kom op Anne, alsjeblieft. Ik hoop dat je de volgende missie voor mij vrij speelt. En dat ik mee kan doen aan de hoofdmissie. Ze is weg. En staat er. Ja, hij staat. Oh, gelukkig. Oh, yes, yes, yes. Dit is de hoofdmissie. De stilte voor de storm. Waar moeten we naartoe? Veerroof. Oh, oh, gelukkig, jongens. Oh, ik ben zo blij. Oh, want anders was het echt heel stom geweest. Want ik dacht dat er zo'n klokje zou komen. Zo van, je moet weer een dag wachten en dan gaat de missie verder. Ja, doei. Daar heb ik geen zin in om te wachten. Want ik neem nu de video natuurlijk op. En oh, ik ben echt heel blij dat het is gelukt. Anders was het echt niet zo'n hele leuke video geworden, denk ik. Maar het gaat een top video worden. Want dit gaat echt heel tof worden. Dus heb je er zin in? Doe nog even een duimpje omhoog. Waar moet ik eigenlijk naartoe? Oh, helemaal hier. Oh, dat duurt nog wel even. Nou, ik zie jullie.
jullie daar alweer? Oh, ik ben echt blij. Goed, ik ben aangekomen bij mijn vriendjes van Meteor en Starshine. En er staat een geel uitroepteken, dus dat is een goed teken. Yeah! Goed, deze hoofdmissies hebben natuurlijk een heel verhaal en allemaal magie en bla bla bla. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik snap niet zo veel van het verhaal. Maar dat komt ook grotendeels door mezelf, omdat ik natuurlijk vrij snel al die dingetjes doorklik. Maar ik vind wel dat Star Stable deze missies echt superleuk in elkaar zet. En er gebeuren echt heel veel rare leuke dingen. En dat is eigenlijk waarom ik deze missies zo leuk vind. Niet eens om het verhaal, want ik heb geen idee waar het over gaat. Maar gewoon de chaos die er allemaal gaat gebeuren is zo tof en zo cool. Dat kom je zeg maar niet tegen als je gewoon normaal met je paard gaat rijden. Dan moet je echt speciaal die missie voor doen. En ik ben ook nu onderweg naar Linda, want die staat daar gezellig met een koe. Oh, en een man. Ik weet niet wie dit is. Kijk hier, die koe met die horens. Wat doet hij daar ook buiten het weiland? Oh, en nou zit ze ineens achterop. Oké, gezellig. Oh, huh? Wow, kijk dit dan. Ik moet echt ineens vet veel dingen doen. Er openen hier allemaal vet rare menu'tjes. Misschien heeft dat wel te maken met de update van volgende week. Dat er dus allemaal dingen gaan veranderen. Maar ik moet een radio ophalen, een radio neerzetten, een bad bouwen. Huh, wat? Wow, dat is echt vet veel. Maar ik vind het wel cool gedaan dit. Ik weet alleen niet waar ik moet beginnen. Want ik heb echt heel veel tegelijk aangeklikt per ongeluk. Oh, ik ben nu iets aan het doen. Ik weet niet wat. Er groeien ineens planten uit de grond. Kweek de wortelen. Oh, je moet alleen gewoon een paar keer klikken. Ja, maar dat is niet moeilijk. Dat is wel leuk. Oh, Beer krijgt ook een worteltje. Dat is lief. En dan heb ik nu de eerste missie volgens mij gedaan. Oh nee, ik moet deze ook nog een wortel geven. Kijk. Oh, wat een grote wortel. Eet smakelijk. Ja, kijk. Ik heb nou één van die missies afgerond. Oké, nou alleen deze twee nog. Oh wow, kijk, die radio moet ik gewoon helemaal ophalen hier in dat huisje. Dat is wel cool. Het ziet er wel leuk uit. Kijk, ik heb de radio nou neergezet en je kan hier de muziekjes kiezen. Die je wil laten afspelen. Alleen, ik moet zeggen, ik hoor eigenlijk helemaal niks. Dus oké, leuk. En nou moet ik alleen nog dat bad in elkaar zetten. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Oh, wat? Het is gewoon letterlijk een jacuzzi. Maar het is de bedoeling dat dat paard erin gaat. Maar hoe wil dat paard via dat trappetje in die jacuzzi komen? Ah, maar dit is wel heel leuk. Ah, ik loop met mijn nieuwe bestie naar de heuvel toe om te kijken naar de mooie zonsondergang. Wat is het leven toch mooi op Star Stable. Ja, joh, dat paard zit echt in het bad. Dat kan nog ook. Vind ik wel heel knap zonder trappetje. Maar ik had niet gedacht dat zou kunnen. Oh yeah, sensatie. We gaan beginnen met de leuke dingen. We laten gewoon de jacuzzi achter daar. Boeien, want we gaan op avontuur. Dit ziet er trouwens wel cool uit, dit beeld. Lijkt net een film. Ik moet helemaal naar Fort Pinta rijden, maar ik kan toch net zo goed gewoon de trailer pakken? Ga jij maar lekker lopen, meid. Maar ik heb geen zin om dat hele eind te lopen. Ik hoop wel dat dat gaat werken, want ik heb wel een keer eerder gedaan dat ik met de paardentrailer ging of de paardentaxi ging bellen. En dan gaat het helemaal mis, dus ik hoop dat het nu wel goed gaat, want ik heb echt geen zin om dat te lopen. Volgens mij werkt het gewoon. Ja, we zijn er. Ja, bro. Jij hebt gelopen. Ik heb stiekem de trailer gepakt en het werkte gewoon. Oh, wauw. Af en toe zien die beelden tussendoor er echt heel leuk uit. Het lijkt net een soort film. Maar nu gaan we ineens naar dat kasteel. Dit kasteel zijn we toch ook nog helemaal niet in geweest? Daar zouden we toen in komen, maar dat ging toen ook helemaal mis. Oh, nou sta ik ineens hier. Wat? Oh yeah, ik ben weer in de bibliotheek. Misschien herken je dit wel uit mijn eerdere video's, want ik heb natuurlijk eigenlijk altijd wel die story quest missies gespeeld. En toen moesten we ook naar deze bibliotheek. En volgens mij ging dat toen ook helemaal mis. Maar het was wel leuk. Oh, ik zie het in mijn gedachten. Linda die ziet wat. Oké. De grens tussen het goede en het kwade vervaagt. Is die er ooit geweest? Wat? Er stijgt iets op uit de diepte dat Jorvik in zijn geheel dreigt te verslinden. Wow. Oh, kijk, alles is een beetje weggevallen uit Star Stable. Wow, kijk, ik sta gewoon op een zwarte grond. Oké, dat klopt dan weer niet. Oké, wel een beetje een rare overgang. Want net waren we nog aan het chillen in de jacuzzi. En nu zijn we ineens onderweg. Maar dat komt omdat Linda ons had opgebeld dat er een of andere doorgang was geopend. En dat we nu er eindelijk in konden gaan. Maar dat het dus een barre tocht was en gevaarlijk en bla bla bla. Oh kijk, we moeten een soort van minigame gaan doen of zo. Druk op de knop wanneer jij klaar bent om te beginnen. Ik weet niet met wat, maar oké. Oh, stem de kaart af op de Romeinse doorgang. Begin met afstemmen zodra de ruit in het groen staat. En dan nu klik of zo. Oh, dit hebben we eerder gedaan. Weten jullie dat nog met die regenboogmissies? Dan moest je ook precies in het midden van zo'n balkje moest je klikken. Oh, is het al gelukt? Wauw, ik ben zo goed. Het is gewoon gelukt in één keer. Oh, ik heb de toegang ontgrendeld. Ik mag erin. Dit is echt nieuw. Nu gaan we dus naar een nieuw gedeelte. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Oh, precies niks. Ik ben aan de andere kant. Ik denk dat ik toch echt erop moest gaan klikken. Oké, waar gaan we nu naartoe? Komen we nou uit in de duivelskloof? Dat denk ik nog niet. Dit zal nog wel een soort van tussen... Oh, huh? Wow. Huh, wat is dit? Oh no, filmpje. Nou ja.
Het lijkt wel de binnenkant van een frituurpan. Met al dat oranje. Wow, wat ziet dit er cool uit. Dit is een heel nieuw gebied. Oh kijk, er is zelfs een plattegrond voor gemaakt. Het heet het wilde weefsel. Maar ik vind het wel heel cool uitzien. Dit hebben ze dus speciaal gemaakt. Ho, weer een filmpje. Speciaal gemaakt voor deze missie. Dat vind ik echt tof. We kunnen nou toch gewoon naar de overkant rennen. Er is toch niks mis mee. Er zal waarschijnlijk wel weer van alles fout gaan. Ja, kijk, een soort schimmel die boven de grond uitkomt. Oké, maar we kunnen er nog langs. Oké, maar je moet dus wel uitkijken. Wacht, dan pak ik gewoon deze kant. Ik hoop dat het op hetzelfde uitkomt. Het lijkt wel een soort Mario Kart baan of zo. Oh, het gaat toch niet mis? Als ik zo omhoog kijk, voel ik me zo nietig. Wat is nietig? Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier heeft gelopen. Hoezo? Het kan toch? Het is toch gewoon een wandelpad? Oh, kijk, hier is de uitgang al. Oh, dat is niet zo groot, maar het is wel heel mooi. Oh, ik vind het echt heel tof gemaakt. Oh, er stond nog één stap en dan komen we uit de duivelskloof. Ja! Oké, bijna. Maar we moeten nog één keer zo'n... Dit is een rare spelletje doen, maar dit is wel makkelijk. Het moest iets van 5 keer. Ik vind het echt cool gemaakt. Dit is gewoon een soort van minigame. Is het gelukt? Oh! Ik denk dat het is gelukt. Oh, maar nog even één keer hier kijken. Ja, dat vind ik dan jammer eigenlijk. Want Star Stable heeft dit speciaal gemaakt. Maar dit is ook gewoon de eerste en de laatste keer dat we in dit gave gebied zijn. Het lijkt wel een soort Pandoria, maar dan in de kleur van een frituurpan inhoudt. Dus we gaan maar naar binnen. Dus even... You cannot enter on horseback. Oh, oké. Het stond hier nog in het Engels. Maar, wacht trouwens. Dan gaat mijn paard toch helemaal niet mee? Moet dat niet? Ga ik zonder mijn paard? Dat zou ik wel een beetje jammer vinden. En daar is mijn paard. Ja hoor, daar is die. En ja, we zijn in de duivelskloof. Ik snap eigenlijk niet hoe, want waar is dan de ingang? Want ik zei natuurlijk aan het begin van de video dat er een hele mooie poort was. Maar we zijn er nou gewoon ineens in geteleporteerd. Oh, maar dit is heel blauwig. Het is heel raar. Het is een soort vallei. Het lijkt wel alsof daar heel veel water zit. Maar we zijn gewoon voor het eerst in het geheime gebied waar we al 10 jaar lang dus niet mochten komen. Oh, ineens zit zij ook op de paard. Zoek de weg in de Engel-Duivelskloof. Ja, ik vind de naam ook wel een beetje raar. Maar er komt ook heel eng geluid. Oh, joh, wat is dit, joh? Er komt ook heel eng geluid vandaan. Het is ook echt eng. Oh, ik moet uitkijken voor de rode vliegjes. Kijk, daar gaan er een paar. Want de rode vliegjes die bijten. Oh, kijk, die zijn ook een stuk agressiever. Want die vliegen heel hard heen en weer. Maar ik denk als je deze missie 's avonds laat speelt in het donker, dan kan het best wel eng zijn. Oké, daar gaat zo'n agressieve bla. Oh, huh? Oh. Nou, ik dacht dat hij echt nog een paar meter voor mij vloog. Maar ineens ben ik al opgegeten door zo'n vlieg. Kijk nou, wat is het gebied gigantisch groot. Ik hoop wel eigenlijk dat we hier altijd kunnen komen. Oké, en deze die bijten gewoon niet. Nee, wat doen die? Die zijn die vuurschaal aan het vullen. Dit is gewoon een soort vliegend houtskool of zo. Ja, maar als ze zo hoog vliegen, dan kan ik er toch niet bij. Oh, huh? Het is gelukt. Maar, huh? Ik sprong tegen de muur aan en ineens werd alles licht. En nu wordt het weer donker. Nou, ik vond het eigenlijk best wel cool toen het licht was. Maar dat gebeurde toen ik hier tegen die muur aan sprong. Alsof ik het soort van deactiveerde. Ja, kijk. Nou is het licht weer normaal. Maar dat komt dan denk ik omdat ik een soort van uit het gebied spring. En nu wordt het weer donker. Wat moet ik eigenlijk doen? Want ze staan hier maar een beetje te chillen. Of kan ik hier weer naar beneden? Oh, ik moet hierheen. Oh, dat wist ik niet. Dit duurt wel best wel lang. Want je moet elke keer dus zo'n groep van die vliegende dingetjes opzoeken. Moet je er tegenaan lopen. Alleen ze vliegen dus echt vet hoog. Dus je komt er bijna niet tegenaan. Oh, no. Oh, gelukkig. Hij gaat dood. Dat scheelt. Dan hoef ik niet meer helemaal naar beneden te lopen. En dan moet je dus die schaal vullen. Oké, dus nu heb ik er weer één klaar. En dan moet ik naar deze groep. En die vliegjes aanraken. En dan gaan ze dus in die soort van vuurschaal. Maar het is best wel moeilijk. Want hoe denken zij dat ik bij die vlieg kan die daar helemaal bovenin gaat? Oh, hehe. Het is gelukt. Het duurde echt best wel lang. Maar het is gelukt. Oh, wat gaan we nou doen? Gaan we deze boel laten... Oh, kijk hoe ze daar met hun handen staan. Wat doet zij met haar handen? Maar ik wou zeggen, gaan we nou de boel laten exploderen? Dat is leuk. Oh, en? Wat gaat er gebeuren? Oh, ah, ik had iets meer sensatie verwacht. Iets meer als boom of zo. Maar het ging best wel mooi weg. Wel knap dat dit zo kan. Oké, we zijn weer in een nieuw gebied van de Duivelskloof. En het ziet er echt cool uit. Star Stable heeft echt heel erg hun best gedaan. Dit keer op die missie. Want kijk hoe groot het is. En hoeveel ruimte. En wat er allemaal is aan details. Hier zijn ze echt wel lang mee bezig geweest. Oh, hè? Oh, daar zijn we weer. Die rare vliegende blauwe boomstam. Oh ja, hoe heet het ook alweer? Fala of zoiets? Dat is toch die rare geest? Die heb ik een keer eerder in de video gehad. Dat was echt zo raar. De transformatie van Concorde is geen peulenschil. En zal jullie Soul Rider vaardigheden echt testen? Als ook maar één van jullie ontbreekt, lukt het niet. Oeh, spannend. Wat moet ik nou eigenlijk doen dan? Kijk, er staan ook gewoon andere mensen om me heen die letterlijk dezelfde missie aan het doen zijn. Je moet nu de grot binnengaan. Oké, welke grot? Ik zie nergens een grot. Of moet ik hier erin? Oké, dit is tof. Dit is leuk. Wat gaat er gebeuren dan? Oh, oké. Het ziet dus een beetje uit als een soort van spookhuis. Is dit de grot?
Dan is hij eigenlijk helemaal niet zo groot. Maar wat moet ik hier doen dan? Ik denk niet dat dit de plek is waar ik moet zijn. Of kunnen we hier nog er doorheen? Nee, want kijk, als ik op het mapje kijk, moet ik heel ergens anders naartoe. Dus dit is denk ik niet de grot waar ze het over hebben. Oké, volgens mij wordt de weg mij gewezen... door dat blauwe dingetje wat je daar zo zag vliegen. Een soort van blauwe vis of zo. Oké, wat gaat er gebeuren? Dit is leuk. Oh, wat? Huh? Twee geesten die hier gewoon staan te chillen. Hé? Stil, er komt iemand aan. Die geesten die hebben hier gewoon gezellig een avondje uit of zo. Die zijn hier gewoon gezellig met z'n tweetjes. En dan... Oh, ze verdwijnen ook echt. Nou ja. Het lijkt wel een soort van vervroegde Halloween missie dit allemaal, joh. Oh, we zijn er in de grot. Oh, no. Oké, daar komt het filmpje. Oh, wat loopt daar, joh? Nou, elke keer als Star Stable weer zo'n hoofdmissie maakt, dan denk ik van het kan niet erger. Maar het kan gewoon elke keer weer erger. Dit is toch niet normaal? Wat loopt hier, joh, voor een raar gedrocht? Wat is dit? Oh, ik denk dat dat niet de bedoeling was, want het hele beeld is roze. Huh? Of hij zit hierin? Of was dat wel de bedoeling? Hij is nou opgedingest in stukjes. Poep. Je kunt nu de grot weer verlaten. Wat is er gebeurd? Dit is echt zo raar. Maar kijk ook deze tekening. Wat hier zo allemaal op staat. Die rare hertenvrouw met twee andere elfjes of zo. Nah, het is niet normaal. Wat een sensatie hier allemaal. Wat is het leuk. Werk samen met Lisa en Alex om je Fala-masker te verdienen. Nou ja, nou krijg ik zo'n raar ding cadeau. Maar ik krijg wel heel veel geld. En heel veel XP. Dus daar doen we het voor. Ik weet niet wat ik moet doen. Mijn trouwe mor. Moordkraaien bewaakt een verzameling ongebruikte maskers. Gaan we elkaar nou ook nog vermoorden? Waar gaat het Star Stable spel heen, joh? Oh, kijk, hier gaat zo'n moordkraai. Oh, hij vliegt. Oké, doei. Was gezellig. We krijgen nou een soort toeristische route door de Duivelskloof. En kijk, daar is dat water waar ik het ook over had. En No, ik ben nou in het water. Oké, het was niet de bedoeling om het water van zo dichtbij te laten zien. Maar nu we er toch zijn, wat ziet het er cool. Oh, kijk joh. Oké, we gaan even afwijken van de toeristische route van de kraai. Want er zit hier blijkbaar gewoon een heel waterbeekje. Oh, en het loopt hier ook dood. Oh, maar kijk. Dit is ook zo'n hand als net. Dus het lijkt alsof dit het vervolg is van de missie. En dat we hier zo meteen ook weer iets moeten openen of doen. Aha. Oké, sorry. We gaan weer verder met de toeristische route. Ik hoop niet dat de kraai boos is nou. Gaat hij nou die kraai doorzagen met een kettingzaag? Dit moet niet gekker worden. Op deze manier gaan jullie kinders ons niet overhalen. Gaan jullie nou ons bekogelen? Nu zijn we gezworen vijanden. Oké, ik dacht even dat het helemaal misging. Ik vond het ook super raar. Ik hoorde ineens een soort van kettingzaag. En ze wilden die kraai vermoorden. Nou ja, waar gaat dit heen? En nou ineens zie ik iets met kaastengels. Oké, hier. Zijn dit kaastengels? Het lijkt wel gewoon poep. Of gaan we op deze manier de vogels omkopen? Dat zij dan die kaastengels gaan eten? Ik denk het wel. Ja, dat klinkt goed. We komen eraan. Kijk, dat is iets vriendelijker dan zo'n kraai doorzagen met de kettingzaag. Even gaat het naartoe, maar ik vind het wel grappig. Jee, ik heb mijn cadeautjes en ik heb weer maximale bedrag voor Jorvik Shillingen. Oh, elke keer aan de video dan haal ik het bedrag. En dan kan ik weer wat kopen. Oké, dan ga ik even gauw tussen alle chaos door even gauw iets goedkoop shoppen, zodat ik in ieder geval weer gewoon mijn geld kan sparen. Oké, alles is echt super duur, maar ik denk dat ik ga voor deze blauwe bandages, want die kan ik wel bij mijn Zoe Winterson setje gebruiken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar die heb ik vandaag niet aan. Ik ben vandaag voor mijn gele setje gegaan. Oké, we kunnen weer geld sparen. Dus meid, vertel maar. Oh, nu ook weer 200 Jorvik Shillingen. Dan gaat het echt snel met geld verdienen. Oh, wat? Wat heb ik nou op mijn hoofd zitten? Wat is dit? Een soort boomschors met verlichting eraan. Nou ja. Oh, kan ik dit ook nog afdoen? Ik heb het gewoon letterlijk opgekregen. Kan het ook niet afdoen? Het zit gewoon op mijn hoofd. Wat als ik nou dan... Betover de maskers met de vuurpotten. Wat als ik nou wil stoppen met die missie? Dan zit ik voor altijd met het rare gedrocht op mijn hoofd. Oké, dit is heel raar. Maar we zijn nou naar herinneringen aan het kijken van die Anne. Oké, hier staat ook weer zo'n geest. Dus elke keer komen er van die geesten. En dan gaat het over een soort herinnering. Iets wat ze heeft meegemaakt. Het is niet heel spectaculair of zo. Maar het is wel heel raar. Kijk, en dan moeten we elke keer naar zo'n rare glinstering. Maar het is echt best ver lopen. Want dit gebied is dus best wel groot. Oh, dit duurt echt wel een beetje lang. Ik moet elke keer dus die herinneringen opzoeken. Maar net waren we daar. Toen moesten we naar de andere kant. Nu zijn we weer hier. Dus het gaat ook eigenlijk totaal niet op volgorde. En daardoor duurt het best lang. Want je kent hier ook de route niet zo goed. En oh, een geestenpaard. Onze eerste wedstrijd. We hadden wekenlang getraind, maar we verloren. Oh, nou dat is jammer. Nou, leuk om die herinnering op te rakelen. Maar het duurt heel lang. Moeten we hier naartoe? Ja. Maar hoe komen we daar dan? Deze brug is gewoon letterlijk kapot. Wow, of moet ik dit springen als een soort van een spiritpaard? Moet ik dit hier overheen gaan springen? Nou, we kunnen het gewoon gaan proberen. Oh, kan ik niet meer achteruit? Oké, ik ga gewoon proberen om dit te springen. Dit gaat sowieso fout, want dat ding is natuurlijk niet voor niks kapot. Maar hoe moet ik dan daar? Oh, het kan niet eens. Kijk, er staat ook hier zo'n rood icoontje, dus ik kan niet eens springen daar. Ja, hoe kom ik dan weer bij die vlinderscheet? Kan ik hier naar boven? Nee, dat kan toch niet? Oh, jawel.
Nee, oh. Oh, nee, gevaarlijke val. Ik dacht even dat het kon. Maar kijk, het is daar boven, maar ik snap niet hoe ik daar kom. Nou, en via de andere kant lukt het ook niet. Wat is dit voor een onmogelijk gedoe, zeg? Oh, ik denk dat ik er nou eindelijk ben. Ja, hè, ik moest echt een super lange omweg nemen, maar het is eindelijk gelukt. Dus ik hoop dat dit de laatste herinnering is, want ik ben hier waarschijnlijk al een half uur of zo mee bezig. Dit is hem, Concorde en ik, voor Pandoria, voor alles. Ik zie gewoon letterlijk al in een soort van stal. Dit was de avond voordat we vertrokken voor de dressuurwedstrijd. Dit waren onze laatste gelukkige momenten samen, voordat hij werd meegenomen en ik verdween. Spannend. Oh, maar het is eindelijk gelukt. Yeah, oké, mooi zo. Dan kunnen we nu weer terug. Maar jongens, het mysterie van de duivelskloof is natuurlijk nog steeds niet opgelost. Want ik heb geen idee. Ja, als ik de paardentaxi ben, dan kom ik er wel uit. Maar hoe kom ik hier uit? En ik kan nu eigenlijk ook gewoon niet stoppen. Want als ik hier stop of ik ga hier uit, hoe kom ik hier dan ooit weer in? Dus ik wil verder spelen tot waar de ingang is. Want dan kan ik natuurlijk in andere video's er ook gewoon naartoe. Dus ik kan zeggen, blijf zeker kijken. Want dan weet je hoe je de duivelskloof uiteindelijk kan openmaken, maar ook hoe deze missie afloopt. Of misschien vind je het een beetje spannend. Nou, zet dan lekker mijn video aan en kijk gezellig mee. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Want ik vind eigenlijk de missie tot nu toe best wel eng. Er zitten af en toe best wel enge dingen in dat ik denk, oké, als je echt jong bent, dan kan het best wel eng zijn. Want kijk ook dit masker. Dat ziet er best wel raar uit of zo. Maar we zijn nu aan het kijken naar een soort teleporteeractie van het veulen of zo. Ik heb eigenlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Zet je masker op. Kijk, ze heeft hem opgezet. Oké, er gaat dus een of andere... Oh, dit is echt heel raar. Er gaat een of andere transformatie plaatsvinden van het veulen. Waar zou die in veranderen? In een kroket of zo? Oh, help. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij volwassen worden? Dat zou leuk zijn. Oh, nee, hij is toch niet veranderd in een geest? Eeuw, kijk die lelijke tenen. Oh, getver. Wat gaat zij doen? Gaat Concorde eindelijk opgroeien tot een volwassen paard? Want het beest is echt al jarenlang zo'n klein veulentje. Oh, ze heeft echt hele enge nagels. Maar ze heeft wel mooie kleding. Nou ja, mooi. Het ziet er leuk ja, apart uit. Cool gemaakt. Laat ik het daarop houden. Hey, het is een klavertje 4 of 5. 1 voor het paard dat onrecht is aangedaan. 2 voor de ruiter om de band weer aan te gaan. Want is dit een Sinterklaas gedicht? Oh, neem ze, draai kok. Wat gaat er gebeuren? Oh nee. Oh no. Nee. Oh. Nee. No. Neem ze dat veulen mee? Oh. No, kijk haar kijken. Oh, het paard staat er nog. Oké, wat is dit? Is hij? Ik denk dat hij is opgegroeid. Oh, hij heeft een ding in zijn staart. Huh, ja, hij is groot geworden. Het is een soort percheron of zo. Huh? Oh, hij is echt dik. Hij is echt heel dik geworden. Oh, ja. Hij is volwassen. Ja, hij is hier niet echt beter op geworden of zo. Hij heeft een gekke rare vlek aan zijn voorkant. Maar hij is wel eindelijk gegroeid. Je bent het echt. Snik. Oh, oké, wauw. Nee, nou is het wel een mooi paard. Welk paardenras is dit? Het ziet eruit als een heel nieuw paardenras. Die we nog niet hebben op Star Stable. Ik vind alleen die witte vlek zo op zijn hals vind ik zo een beetje raar. Maar of is dit een nieuwe Mustang? Nee, dat kan toch niet? Er gaat iets heel erg mis. Ik voel het in de aarde. Ja, pretverpester. Alles is net goed gegaan. Dat paard is eindelijk opgegroeid naar 5 jaar lang een veulen te zijn. En dan gaat het gewoon weer mis. Oh, help. Oh jee. Oh, een soort groen vergif of zo. Allemaal blauw alg wat ineens de lucht in komt. Oh no. No. Huh? Onweer. In die rare put met... Oh. Nee joh. Wat gaat er gebeuren? Oh, het is een draaikolk met vergif of zo. Dit is wat ik zag in mijn visioen. Ja, had het dan even wat eerder gezegd. Ja, en dan mag ik het natuurlijk weer gaan oplossen in mijn gele outfitje. Oh, moet je kijken, joh, die draaikolk. Hij zit daar ook gewoon. Wat als ik nou gewoon de paardentaxi bel? Kan je dan dat ding ook nog zien? Ja, ik durf het niet. Ik wil eigenlijk super graag de paardentaxi bellen. Want ik ben gewoon heel benieuwd of ik dit ook vanuit mijn homestable kan zien. Maar ik denk dat ik dan nooit meer... Oh, hallo. Dat ik dan nooit meer terugkom hier. Want ik weet niet eens waar de ingang is. Want de poort, die zat dus gewoon nog dicht. Oh. Ik word herkend in deze duisternis. Ja, hallo. De draaikolk der chaos komt omhoog uit de duizelingwekkende diepte. We hebben niet veel tijd voordat hij alle energie verslindt die hij tegenkomt. Oké, er is een of andere soort orkaan die heel Jorvik gaat vernietigen. Oh, wauw. Dit ziet ook wel cool uit op zich. Kijk wat zij doet. Ja, maar zij kan zweven. Zij kan een soort van voordringen. Oh, maar dit ziet er wel cool uit. Oh jee, nou komt de bliksem ook op ons. Oh, nou, beer. Oh, hij ging stijgeren. Oh, oké, race starten. Yeah, nog meer sensatie. Oh, en het regent ook nog stenen. Oké, ja, maar ik ga gewoon hen achtervolgen. En dan hoop ik gewoon dat ik op de goede plek uitkom. Oh, dit is wel moeilijk, want er gaat echt heel veel chaos. Oh, kijk daar. Het is een soort paarse spaghetti ook. Het ziet er heel raar uit. Oh, en daar vliegt er gewoon ineens zo'n brokstuk door de lucht. Wat een rare missie. Oh, bliksem. Oké. Oh, dit is leuk. Er is heel veel sensatie. Maar dit gaat best wel goed. Het is niet zo heel erg moeilijk. Alleen er gebeurt gewoon echt heel veel. Je moet wel
wel goed opletten. Oké, we zouden nou in een of andere rare spinnengrot. Hé, hier zijn we net nog helemaal niet geweest. We komen echt op de meest rare plekken hier in die duivelskloof. Oh, de brug! De brug, kijk, hij krijgt een soort extra takken eraan. Zagen jullie dat? Ik weet niet of jullie het konden zien, maar ineens werd die brug gerepareerd door een soort rare takken. Oh no, volgens mij komen we nu uit in die grot die dus nog dicht zat. Dus ik denk dat we die grot dan nou moeten toveren. Oh kijk, zij doen het al. Ja, ja, ja. Open het, doe het. Oh, het is gelukt. Wauw, wat zijn ze toch snel, mijn nieuwe besties. Oh kijk, dit hadden we nog niet gezien, want het was nog dicht. Oh, dit is het einde, denk ik. Heb ik het gehaald? Ja, we leven nog. Maar waar is die rare tornado? Oh, die is nou ook gewoon weg. Hallo allemaal, we zijn weer terug bij de boom. De magische boom. En hey, trouwens, was dit ding niet in de vorige video een heel klein plantje? En is hij nou uitgegroeid tot deze mega grote boom? Volgens mij wel. Wauw, dan is hij echt vet mooi geworden. Oh, we gaan een groepsfoto maken. Ja, ik heb trouwens alleen nog steeds dat lelijke masker op. Wat moet ik doen? Oh, het gaat nou... Oh, is dit het einde? Nee, toch? Maar ik wil nog even weten waar de ingang van de duivelskloof is. Het is gelukt. Huh? Maar kijk, ja, er is nog steeds onweer. Oh, dus het wordt denk ik vervolgd voor... Oké, daar is hij weer. Ja, oké, dit is niet goed. Het is dus helemaal niet opgelost. Wat hebben we dan gedaan? Oh, zijn dit spoilers voor een volgende keer? Hier zijn jullie. Ik neem aan dat jullie allemaal ongedeerd zijn. Wat een stomme truc heb je daar net uitgehaald. Rustig aan. Nog even, je krijgt waarvoor je bent gekomen. Huh? Is zij een soort oplichter? Heeft zij ons eerst geholpen terwijl zij dus eigenlijk een van de bad guys is? Wow, wat is dit? Klopt dat? Zeg ik dat goed? Laat het even weten in de comments. Is zij nou ons een beetje aan het verraden of zo? Oh, nu geeft ze een sleutel aan onze vijand, aan Sabine. Dat is wel een hele grote sleutel. Oh, wat? Het is geen sleutel. Het is gewoon een soort van hakbel. Een moker. Nou, gaat ze ons in elkaar ramen met die moker? Wat is dit? No! No! Ze gaat ons mappen. Verlaat nu onze schuilplaats. Jullie horen hier niet. Oh, ze is geëxplodeerd. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Maar wat is er met die hakbel? Wat gaat zij daarmee doen? En dat ding komt nog steeds allemaal rare bliksem uit. Nou jongens, ik ben helemaal sprakeloos. Ik denk dat dit een soort spoiler was voor wat er de volgende keer gaat komen, want het is voorbij. Hoe kom ik nou in de duivelskloof? Dat is nou een van de dingen die ik gewoon heel graag wil weten. Want we zijn dus... Het is hier trouwens ook vet mistig. Maar we zijn via de zijkant net eruit gekomen. Dus via het water. Dus daar zit een ingang. Maar ik ben heel benieuwd of hier zo, waar ik dus aan het begin van de video was... Oh kijk, daar gaat dat ding. Of daar die poort nu geopend is. Oh nee, dit blijft toch niet altijd zo? Kijk, ik heb de thuisstal gebeld om even de paardentrainer te pakken. Want ik zat vast. En er blijft nou zo'n rare waas over Star Stable heen hangen. En is de poort open naar de duivelskloof? Nee, nog steeds niet. Huh, dus de enige manier hoe je daar naar binnen kan komen... is dus letterlijk via dat watertje. Oké, dat is wel jammer. Maar waarschijnlijk als de missie wordt vervolgd... dan zal die poort opengaan. Dit ziet er echt niet goed uit. Ik heb trouwens ook nog steeds het rare masker... wat ik niet af kan doen. Nah... Wat moet ik hier nou weer mee? Nou, word dus vervolgd, want volgende week gaan we sowieso weer verder op Star Stable. Want dan komt er dus een hele grote update die te maken heeft met je paard. Dus abonneer op mijn kanaal als je die niet wil missen. Want ik maak elke week een video van een paardenspel. Dus abonneer op mijn kanaal voor nog veel meer paardenvideo's. En doe natuurlijk een duimpje omhoog bij deze video als je dit een superleuke video vond. Laten we gaan voor 1000 duimpjes omhoog. Dus doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie weer terug in de nieuwe video. Doei doei!